Deze wedstrijd wordt u aangeboden door Van Heugt Transport. Vandaag is de dag dan eindelijk aangebroken. Scherpenzeel kan kampioen worden van de eerste klasse D. Er is hard gewerkt om er een mooi feest van te maken. Er moet dan wel gewonnen worden in de derby van DTS uit Ede. De bezoekers bevinden zich momenteel op de derde plaats en hebben een knappe reeks neergezet in de tweede seizoenshelft. DTS is nog vol in de race voor de tweede periode en zal de huid dan ook duur verkopen. DTS is het die voor het eerst gevaarlijk wordt als de bal in de 16 terechtkomt bij Frank Boers. De aanvaller krijgt de bal mee en raakt hier de lat. Daar komt Stef goed weg. Na een half uur spelen is het Mart Jansen die mee opkomt. De rechtsback geeft de bal goed voor. En daar is de kans. Soufiane Lahmoudji kopt de bal net over. Stef Brummel speelt hier de bal recht in de voeten van spits Boers. Gevaarlijk schot van de nummer 10. Maar Stef maakt zijn fout goed met een knappe redding. Murat Marbou speelt Lars ten Tij aan. De aanvaller zoekt naar ruimte voor een schot. Hij haalt uit en ziet ze in zijn net naast gaan. Balverlies van Scherpenzeel en DTS komt gelijk gevaarlijk uit. Etienne Baars vindt Boers. De spits van de bezoekers weet echter Stef niet te verschalken. De thuisploeg mag keeper Stef danken dat het nog 0-0 staat. We zitten in de blessuretijd van de eerste helft als hier uit een corner de bal bij Olivier Pilon komt. Het schot wordt half geblokt en ook de rebound gaat er niet in. Barry Beyer met de grootste kans van de eerste helft. Maar zoals hier te zien is in de herhaling, wordt zijn inzet van de lijn gehaald. In de rust krijgen we te horen dat LRC inmiddels voorstaat en dus moeten de blauw-witte op jacht naar een goal in de tweede helft. Nakomi Veld, oud speler van de blauw-witte, is voor even terug op Sportpark de Preoost en mag nog een half uur invallen bij DTS. Evan Reel legt aan voor een vrije trap. Bal komt gevaarlijk voor en Doemen Franken kan de bal maar net wegboksen. Lars gaat op avontuur, maar verliest de bal. De tijd begint te dringen voor Scherpenzeel dat op zoek is naar een goal. Opvallend moment hier met nog zo'n 10 minuten op de klok. Ahmed Lak komt na een blessurebehandeling het veld weer ingelopen, maar de scheidsrechter nog geen toestemming gegeven en dus krijgt hij een gele kaart. Murat hier met een lage voorzet op de man in vorm, Arwin van Soest. Arwin haalt uit en hij belandt op de paal. De bank van Scherpenzeel telde hem al. We zitten in de blessuretijd van de wedstrijd als Evan Riel weer in zijn corner neemt. De bal komt goed voor en dat had er moeten zijn. Invaller Corné Davelaar knikt de bal naast. Scherpenzeel weet de titel dus nog niet te verzilveren en moet zich donderdag herpakken. Dan spelen de blauw-witte de bekerfinale in Soest tegen vierde divisionist Eemdijk. En twee dagen later treedt het aan tegen directe concurrent LRC, waar de titel alsnog kan worden binnengehaald. Laten we hopen op een mooie week waarin de dubbel wordt bereikt.